Wij zijn nu met de boy. Want wat gaan we doen? Hebben we niet vorige keer ook deze jas gekocht in een vlog? Nee. Ja, ik zweer het wel. Nee. Ik ga het opzoeken. Nee. We gaan een nieuwe jas kopen van Max. Mag ik even de schade zien van je jas? Hij durft het niet te laten zien. Het is gewoon de rugzak. Ja, hij loopt gewoon verschut. Zullen we naar de Primarkt gaan? Kijk zijn hoofd. Meneer is te goed voor de Primarkt hoor. Oh. Ja, je bent echt zo'n misselijk mens jij. Oké. Als er één iemand echt niet geeft dan merk ik me niks toch? Nou, een winterjas van de Primarkt wil je niet. Nee, dat zeg ik niet. Waar ben je niet? Nou, in ieder geval, we gaan even een jas kijken voor de boy. Ik moet wat nieuwe schoenen. En we moeten ook eten, ja, dus dat gaan we ook even bedenken. Dus later! Max, kan je even omdraaien? Kom eens hier. Ik vind dus dat hij voor een meer sportievere jas moet gaan. Maar meneer heeft een, wat is het opmerking? De zakken zijn te diep. Nou, het is goed voor Willy, ik ben gewoon je hele hand. Dan ben je echt triest hoor. Maar ik vind hem wel leuk. Ik vind deze dus leuk. Waarom niet? Wow. Hij is zo moeilijk. Het is inmiddels 20:30 en we hebben nog steeds geen jas. Want Max is heel erg kieskeurig. Ik word er ziek van. Toch Celine? Oh, Celine is 10 minuten niet aan het praten. Heerlijk. Door Max. Heerlijk. Oké, laatste winkel. Je beseft wel als we nu niks vinden. Hé, wat is dit? Dat vind ik ook wel leuk. Nee, bom. Nee, die. Nee. Die hebben we dus net ook gezien, hè? Ja? Nee hoor, niet in deel. Kom eens hier. Het is echt leuk. I like it. Ja, het is een beetje heftig. Sorry, doei. Maar dit komt ook... Celine, vind je ook mooi? Het komt ook omdat ik nu alleen maar zwart heb. En oranje en zwart gaat gewoon goed bij elkaar. Zullen we wat... Ja. Ja. Dus draai een rondje. Mijn mensjes, wij liggen in bed. We hebben geen jas gevonden voor Oompie. Omdat hij anders weer lelijk was? Ja, hij vond niks mooi. Ik wou dat hij die oranje jas nam. Maar dat kon hij weer niet aan. Meneertje, de veilige keuzemaker altijd. Ik snap het ook wel, je kan het niet met veel aan. Maar in ieder geval geen jas genomen. Dus we gaan even kijken of we naar de stad gaan of anders online bestellen. Zien we jullie morgen weer. Doei! Hoi mensen en welkom bij een nieuwe dag. Ik ben net met Joost in de ochtend naar de Nike Outlet in Utrecht geweest. Het was alleen echt niks deze keer. Ik heb echt wel een paar keer daar echt wel mooie dingen gekocht. Maar nu was het niet echt top. Ik heb alleen Celine, kan je die andere spullen van mij geven? Ik ga niet alles laten zien, want sommige dingen zijn ook cadeautjes. Ik heb deze schoenen voor Celine gekocht. Ik vond het wel iets hebben. En voor mezelf deze, gewoon deze, wat is het? Sportlegging. Onthoud ik nog wel van. En deze top. En die tas. Deze was volgens mij €30. Die legging was ook €30. Die schoenen 50 volgens mij. En die tas 25. Goedemorgen, ik sta voor de deur bij de radioshow waar ik moet zijn. Ik ben hier al eens een keer eerder geweest, dus het kan zijn dat jullie dat al hebben gezien. Maar ik ben nu voor de deur en ik ga bij Eva en dat is een show van Exact. En dat heet De Weg naar Succes. En daarin praat zij met allemaal mensen die bezig zijn met het succes te behalen in hun leven. Dus daar ga ik nu naartoe. Dat is leuk. Ik zie trouwens, nu ik mijn haar heb geverfd, dat mijn punten wel een beetje afgestorven zijn. Maar ik kijk het even aan of ik er niet nog een beetje krul in kan krijgen. En anders ga ik gewoon puntjes knippen. Hoi mensjes en welkom bij een nieuwe dag. En sorry, maar ik heb echt zo ontzettend chaotisch gevlogd deze week. Het is gewoon echt te bizar voor woorden. Ik ben met mijn friend die niet in beeld wilt. Nee, ik ben met mijn mensje en we gaan even eten bij Taïwoe. Heb je hier nog nooit gegeten? Je kan toch godverdomme wel je stem op macht, kan het ook niet. Oh, nee. Heb je echt... Nee. Nou, als Rotterdammer moet je dit wel kennen. Dus je stem. Ja, maar weet je wat ik raar vind? Wij hebben zo vaak dat we niet weten waar we moeten eten. Je hebt dit nog nooit genoemd. Nog nooit. Ja, maar omdat dit zeg maar wel heel casual is. Oké, naar welke ghetto gaan wij? Nee. Maar het is heel lekker. En... wij eten altijd casual. Ik weet niet hoe casual dit was. Nee, oké, maar ik denk er ook niet vaak aan. Maar ik heb bijvoorbeeld ook vroeger, in de tijd toen wij elkaar al kenden, dan ging ik daar vaak eten. Was dat dan niet net zoals die andere tent? Was... nee, dat is niet. Dat is Little V. Nee. Ik weet zeker dat het wel lekker is. Ja, nee, dit is echt heel lekker. Echt waar. Oké, nou, we gaan dus bij Taïwoe eten. En wat is dat voor kleurtje? Mooi hè? Ja? Ja, ik vond hem ineens. Dacht ik, oh. Mag ik eens proberen? Nou, als je een beetje bruin bent geworden, is die heel mooi. Oh, hij is wel heel plakkerig. Ja. Niet fijn. Maar daarom dekt hij wel. Hij staat wel mooi. Nee, hij staat niet mooi bij mij. Nou wel. Nee, wel, mijn lippen jongens. Vallen zo weg. Tegen wie praat jij? Oh, tegen mijn kijkers. Ik ken een anonieme geluid op de nee, maar je ziet het. Nee, je ziet... nee. Oké. Dan niet. Oké, wij gaan eten later. Hebben wij dit allemaal besteld? Ja, dit hebben wij allemaal besteld. Ja, het honger. Heel schandalig gegeten, echt. Het is alsof je met een kind eet. Heel heftig, hè? Als jullie dit toetje nog nooit hebben geprobeerd van de Albert Heijn, ik kan de verpakking niet meer laten zien, maar dit is het merk. Ik zou zeggen, ren. Het is, even kijken, chocola met, wat is dat middelste S? Die, dat witte, denk je? Karamel en dit hieronder, dat donkere, dat is een soort van koek. Two chocolate and salted caramel cheesecake. Oh, is dat dan de cheesecake, dat witte? Ja, en salted caramel. Ja, het is echt love it. Wacht, en daar gaan we. Dit krijg je als je Shema het toetje laat uitzoeken. Ja, maar dit is echt niet normaal. Kijk, zo hoort dat. Ik ga zo maar denken, deze gierige Marokkaan, het is voor heel de groep. Het is niet voor heel de groep, het is voor jezelf. Nee. Hallo. Ik hoop samen, ja, ik ook. Kijkers. Ga je nog iets zeggen? Nee, ja, ik ben een beetje, ja, overdonderd. Waarom? Rolf, Nilsa, Freek, nog 15 minuutjes. Voor jullie kostbare tijd. Nee, ik wil alleen zeggen dat jullie zijn fantastisch. Nee, fantastico. Hoe jij dat dit zegt. Fantastico. Maar... Ik ben inmiddels thuis van het teamuitje. Ik besefte dat ik helemaal niet heb gezegd wat ik aan het doen was. Ik heb even een masker op mijn gezicht. Dus net uit eten met mijn team. Want ik werk 8 uurtjes in de week. Werk ik nog... mijn klantenservice. En dat vind ik echt heel leuk. En mijn team is echt super leuk. En we hadden dus een teamuitje. En ik vind het gewoon heel fijn dat ik dan weg ben. En dat ik gewoon... Oh, mijn neus. Ik begin echt niet lekker te worden. Ik voel me echt een beetje ziekig. Maar in ieder geval... ik vind het heel leuk dat ik dan nog iets moet. En dat ik gewoon ja, nog onder de mensen zit. En dat ik collega's heb en zo. In plaats van alleen maar thuis te editen. Dus we waren uit eten gegaan. Ik weet even niet meer zo goed hoe dat restaurant heet. Maar goed, ik ga dus nu slapen. Want ik voel me al niet zo lekker. En ik hoop dat ik niet ziek begint te worden. Maar goed, ik zie jullie morgen weer. Meisje is terug van... kerstdiner. Dit heeft ze aan. En als jullie die video van Coolcat hebben gezien, herkennen jullie deze jurk denk ik nog wel. Ja, en anders zullen we even... onder in de reacties een linkje plaatsen van de jurk, toch? Ja. Krappie. Mezelf. Oh. Zo ontzettend ziek. Ik zelf al 5 dagen met koorts op bed. Ik kon er dus ook niet bij zijn. Vandaar dat ik dat ook dus niet heb gefilmd, maar... ik moet zeggen dat ik vandaag is mijn koorts een beetje verlaagd. Hoe ik eruit zie ook. Dus ik hoop dat ik morgen weer wat kan doen. Want eigenlijk hebben we dus morgen Celina en ik kerstviering ergens. En ik heb ook met mijn vriendinnen kerstvieren morgen. Maar ja, dan moet ik me wel goed voelen. Of tenminste normaal voelen. Want dit is echt... ik ben echt zo ellendig. Ik ga proberen te slapen. En dan hoop ik dat ik me enigszins morgen beter voel. Ik had ook een voorhoofdholtontsteking. Dus het is gewoon echt ellende na ellende na ellende. Maar ik hoop dus dat ik me echt een stuk beter voel. Ik zie jullie morgen en ik hoop dat ik dan doorga met de vlog. Dat is wel de reden waarom er dus geen weekvlog is geweest. Want ik ben gewoon alleen maar ziek in bed geweest. Dus helaas. Het is ook de eerste dag dat ik gewoon de camera weer erbij pak. Ja, ik ben gewoon echt ziek. Nou ja, ik zie jullie morgen hoop ik. Doei. Eén stom cadeau. Nou, waarom doe je dat? Ja, weet ik niet. Je moest toch... staat op beeld, hè? Ik dacht, het stond daar heel leuk toen in die setting, maar als je het dan daaruit haalt... dat is typisch Anouk. En dan thuis en denk ik... dat is niet leuk. Ik lig pampers op de bank. Nou, ik heb het niet aan. Hoe heet het? En, maar wat willen we? Willen we zeg maar ook kiezen bijvoorbeeld dat we het anders doen? Dat je bijvoorbeeld doet oranje. En we gaan dus een spel spelen, maar ik ben heel slecht in het uitleggen. Dus of Laura of Char mag dat even zo uitleggen. Wie voelt zich geroepen? Voorwaarts. We moeten in de vlog uitleggen hoe het spel gaat. Want ik ben echt de meest chaotische verteller. Char. Oh, nee, ja, Char. Char, kom. Nee. Ik heb veel volgers. Ik stik gewoon bijna. Nee, even serieus. Kom even. Wie gaat... wie... Lau, kom hier dan. Lau. Je hebt zelfs een YouTube kanaal. Kom hier, wijfie. Nee, ik kan dit niet. Waarom kan je dit niet? Noek, kom. Ja, nee, ik kan niet iets uitleggen. Kom. Ja, ik weet ook niet hoe het moet. Want ja, ik heb het... nee, dat weet jij. Nee, want Char heeft het opgeschreven. Noek, kom op. Even het verhaal. Waar is dat ding? Ja. Hier. Dit is dus de toezeggende zucht. Je hebt een steen. Oké. Iets harder, alsjeblieft. Nee, niet zo keer wel. Oh, ik ben zo moe van je. Ik heb allemaal 5 cadeautjes gekocht, die laat ik nu even zien. Ja? Een dobbelsteen, jongens. Kijk, het is verschillende kleuren. Oh. En dan gaan we dus om de beurt gaan we gooien met de dobbelsteen. Gooi je oranje. Ja. Mag je een cadeau uitzoeken? Die ze mij net hebben laten zien. Gooi je blauw. Mag je een cadeau uitzoeken en moet je aan iemand anders geven? Gooi je geel. Moet je een cadeau van iemand anders afpakken en aan iemand anders geven. Ja. Geel is dat. Dat was geel. Dat vind ik leuk, ja. Dit heb ik dus nu. En we gaan zien met wat ik naar huis ga. Hey meisjes en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag, alweer zaterdag. Ik ben, zoals jullie zien, ben ik nog steeds niet beter. Dat is echt een hele heftige griep. Ik voel me wel al iets beter. Gisteren was het eigenlijk verstandiger geweest als ik nog thuis was gebleven. Ik even dadelijk de cadeautjes laten zien. Of ik kan het eigenlijk al nu laten zien. Het is echt een leuk spel. Ik zou het iedereen aanraden. We doen het elke keer met vriendinnen met kerst. Ik heb deze Movie Night set gehad. En Celina en ik hebben natuurlijk altijd filmavond. Dus die vind ik heel leuk. Om deze was ik heel de tijd aan het vechten. Want je kan dan ook, zeg maar, als alle cadeautjes zijn uitgepakt. Dan kan je, zeg maar, dingen stelen van elkaar. Anderen zijn cadeau weggeven. En ik ging dus heel de tijd voor deze. Dat is dus een Dior lip scrub. En ik heb altijd hele droge lippen. Dus ik dacht top. Alleen, ja, ik weet niet of het echt werkt. Dat gaan we zien. Het heeft sowieso geen kleur. Maar laat ik jullie nog wel even weten of dit dus echt werkt. Nog 4 andere producten. Dus hier ben ik dus mee naar huis gegaan. Oh, het ziet eruit. Ben ik zo wit. Wij gaan dus heel even nu naar de Oosthof om het cadeau van Celine op te halen. Verder heb ik ook nog zo'n leuk pakketje binnen gehad van Sugar Bear Hair. Omdat ik hun partner ben. Dat zal ik ook zo even aan jullie laten zien. Het is echt niet normaal. Ik ga dit nu in ieder geval eventjes doen. En dan zie ik jullie. Ik zou nog even mijn cadeautjes laten zien van Sugar Bear Hair. Hun hebben altijd de gekste cadeaus gewoon. Dit is het eerste cadeau. Ik heb het al opengemaakt, jongens. Want ik was zo ziek. Maar ik kon echt niet wachten om het open te maken. Dit is het eerste cadeau. Tiffany's en Co gegeven. En dit keer was het... Ja, ik heb hem om. En ik had dus opgezocht wat het was. En het is dus blijkbaar een... ja, een boon. Zeg maar zo'n luxe boon. Dat dat het begin van alles is. Nou, echt. Love it gewoon. Echt waar. Echt zo, dankjewel. Echt. Ik ben er zo ontzettend blij mee. En het tweede is dus dit. En dat is zo'n geurverstuiver. En ik kende deze niet. Maar hij komt dus ook van Amerika. En ik heb de witte. En die ga ik dus uitproberen. Dan met allemaal geurtjes.